Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel heb ik vandaag weer een Harry Potter gerelateerde video voor jullie. Vandaag ga ik namelijk mijn favoriete Harry Potter winkels, websites en al die dingen met jullie delen. Omdat daar de afgelopen tijd heel erg veel naar gevraagd is. Vooral op Instagram, maar ook op YouTube, waar ik dingen vandaan heb. Voordat we gaan beginnen, hou je nou van Harry Potter video's en wil je nou meer Harry Potter video's zien? Abonneer dan vooral op mij, dat is hier zo beneden, is maar één druk op de knop, is helemaal gratis. En dan zie je gewoon iedere keer wanneer ik een Harry Potter video upload. Met dat gezegd te hebben, laten we maar gewoon beginnen. Ik heb hier in mijn schriftje een lijstje staan met al mijn favoriete plekken, plaatsen, websites, winkels. Dus laten we beginnen. Laten we als eerste beginnen met mijn favoriete online websites, want dat is eigenlijk bijna alles waar deze video uit zal bestaan. Als eerste www.popculture. Ik kan het niet uitspreken. Nooit gekund. Als je mijn video's kijkt, weet je dat ik het niet kan uitspreken. Maar .com, dat hoort er nog achteraan. Het is een Australische website, dat moet ik er wel bij zeggen. Want als jij over de 22 euro gaat, dan moet je invoerkosten erover betalen. Maar voor de rest is dit een van mijn favoriete Harry Potter winkels. Het is dus al, zoals je in de naam kan zien, hebben ze heel veel Funko Pops van Harry Potter en allemaal zulke dingen. Maar ze hebben veel, veel meer. Ze hebben veel meer Harry Potter merchandise. Als je gewoon in de zoekbalk bovenin Harry Potter intypt, dan, dan zie je alles wat je kan krijgen. Hun prijzen ten eerste zijn super goed. En daardoor heb ik ook vaak wel een grote bestelling bij hun geplaatst. Want dan moest ik uiteindelijk soms 22 euro invoerkosten of iets dergelijks. Of 25 euro invoerkosten betalen. Maar uiteindelijk was ik dan alsnog veel goedkoper uit. Dus je kunt soms de keuze maken om meer te bestellen bij hun. Ook heel erg goed om te weten. Ik heb ervaring met pre-orders op deze website. Dat is dat je van tevoren zeg maar reserveert voordat daadwerkelijk iets uitkomt. En ik heb bij hun super ervaringen daarmee gehad. Ik heb daar een keer een bundel gepre-orderd van de 7 nieuwe Funko Pops die uitkwamen. En dat was daar zo ontzettend goedkoop. Volgens mij was dat 65 of 64 euro voor 7 pops. En dat is heel, heel erg betaalbaar. En daar heb ik toen pre-order geplaatst. Kwamen allemaal heel netjes hier zo in Nederland aan. Dus dat kan ik ook nog eens aanraden. Dus eigenlijk ben ik allround fan van deze website. Het enige nadeel is dus de invoerkosten. Maar verder, love it. Trouwens, al deze websites benoem ik omdat ik er zelf bestel en zelf koop en van hou. Dit is geen gesponsorde video. Er zit serieus geen enkele website of winkel tussen waardoor ik word betaald om hun te noemen. Dus dat is wel handig om er even bij te zeggen. Dan als tweede Gator.nl. En Gator.nl heb ik gemixte ervaringen mee. De eerste keer dat ik daar bestelde was in overleg met hun. Iets wat ze niet op voorraad hadden. Maar dat zouden ze dan voor mij bestellen. Dus een soort pre-order. Ik had dan contact met die mensen via de website, via de e-mail. Dat was één grote nachtmerrie. Het duurde ontzettend lang. Toen zeiden ze, oké, nu hebben we het. We zetten het op de website om 7 uur 's avonds was dat volgens mij. En dan kun je het bestellen. En ik heb letterlijk van 7 tot 9 alleen maar op refresh, refresh, refresh. Stond er niet op. Ze reageerden niet op mijn mailtjes. En ik had toen al maanden lopen wachten. Dus toen was ik er klaar mee. Toen heb ik ook helemaal van afgezien. Ik had zoiets, stik er maar lekker in. Ik doe het niet meer. Dus pre-order of contact met de personen die erachter zitten zou ik niet aanraden. Daar heb ik echt vreselijke traumatische ervaring mee. Zou ik nooit meer doen, ook bij deze website. Tom Marvolo Riddles dagboek heb ik allebei gewoon op de website gekocht. Die gewoon op voorraad waren. Die heb ik besteld. Kwamen heel snel bij me aan. Want volgens mij hebben hun de regeling voor iets van 4 uur 's middags. Volgens mij 4 uur 's middags besteld. Dat dan de volgende dag al bij je is. En doe je bijvoorbeeld 10 uur 's avonds. Dan is het binnen 2 dagen bij je. Dus het gaat heel erg snel. In die zin. En ze hebben echt hele goede prijzen. Merendeel liggen ze er net wat onder qua prijzing. Dus dat is heel, heel erg fijn. Dus gewoon de website kan ik heel erg aanraden als iets op voorraad is. Is iets niet op voorraad, ga er dan niet om vragen. De service en het contact en hoe ze met je omgaan als klant vind ik niet tof. Maar ik vind dus wel dat het in het rijtje thuis hoort. Omdat als het op voorraad is, is het heel erg betaalbaar en heel snel bij je. Dan heb ik Le Mi Store. En hier geldt eigenlijk hetzelfde mee. Wel aardige klantenservice. Maar ga daar niet pre-orderen. Ik heb daar uiteindelijk ook gewoon gecanceld.
Werkte niet. Geen fan van. Pre-orders bij hun zou ik niet doen. Maar de website zelf is best wel lelijk, moet ik zeggen. Het is geen mooi voorgegeven website, maar ze hebben veel voorraad. De prijzen zijn over het algemeen heel erg goed. Sommige dingen wat duurder, sommige dingen wat goedkoper. Verder niet heel erg veel over te zeggen. Ik moet zeggen, dit is niet een website waar ik meteen als eerste naartoe ga. Als nou iets moeilijk te vinden is, dan kijk ik of hun het hebben. Want ik ben niet de grootste fan van hun website, maar het is geen slechte website. Volgens mij was dat een goede uitleg. Dan naar heroictales.nl. Zoals heel veel van jullie weten, werk ik samen heel vaak met heroictales.nl. Maar voordat ik met hun ging samenwerken en voordat ik een soort van ging werken, ook echt voor hun op Dutch Comic Cons, was ik gewoon klant bij hun. En hun hadden mij eigenlijk gered toen met Gator.nl, toen ik dat gezeur had en heel lang had moeten wachten op dat item en niet heb gekregen uiteindelijk. Hebben hun mij gered en toen kwam ik eigenlijk op Heroic Tales. En het contact en de klantservice was alles maar wat je maar wilt willen van een website. En uiteindelijk heb ik zelf gevraagd of ze misschien wat met mij zouden willen doen. Dus dat zegt ook genoeg, hè. Ik was al fan van deze website en hoe ze met klanten omgingen en hun producten voordat ik met hun ging samenwerken. Dus ja, de service, contact, zeker als je iets wil hebben bij hun, neem gewoon contact op. Toppie, verder niks op aan te merken. Groot assortiment, is er nou niet iets op voorraad, dan kun je altijd een mailtje sturen naar hun. Dus in die zin, fan van. Maar dat lijkt me ook duidelijk, want anders zou ik niet met ze blijven werken. En allemaal zulke soort dingen. Dan naar large.nl. En large.nl is een website waar je vooral meer, niet echt replica's kan vinden. Maar meer, ze hebben wat Funko's, maar meer kleding, sieraden en allemaal zulke soort dingetjes. Vooral als je een cadeautje wil geven aan een Harry Potter fan, is dat een perfecte website. Ze hebben hele toffe dingen. Ik denk dat large.nl veel van jullie al wel zullen kennen. Het is wel een bekende website. Goede website, goede service. Ik had laatst een bestelling geplaatst. Een van de items zat niet in de doos. En dat heb ik nog nooit gehad bij hun. Ik stuurde een mailtje en 2 dagen later stond het geld weer terug op mijn rekening. Dus ja, de service is gewoon super van die website. Dan de laatste echte website. En dat is Film Jewels. En daar kwam ik laatst op. Ik had hun eigenlijk een beetje ontdekt op Comic-Con. De laatste Dutch Comic-Con, de wintereditie waar ik naartoe ging. Stonden ze daar met een heel klein kraampje. En toen hadden ze allemaal bedeltjes en kettingjes. En nog meer dingen hoor. Volgens mij mokken en van alles en nog wat. Maar hun prijzen waren zo ontzettend goed. Dat ik echt dacht van zo. Ik heb toen op hun website gekeken. Het is nog een heel klein websiteje, maar de prijzen zijn geweldig. Ze hebben dus ook een niet heel erg een groot assortiment. Maar toch moet ik even props geven, want de prijzen, gewoon echt de prijzen zijn geweldig. Dus ik kan het zeker aanraden. En ze hebben ook echt wel zeker leuke dingetjes op de site staan. Dan nog 2 websites die ik kan aanraden is eBay en Marktplaats. En dat zijn natuurlijk sites waar je vooral dingen doorverkoopt. Daar kan je ook natuurlijk miskopen hebben. Dus zorg altijd dat je er een goed gevoel over hebt. Over de persoon en allemaal zulke soort dingen. Maar toch natuurlijk loop je altijd een beetje risico. Want het is een tweedehands doorverkoop iets. Maar Marktplaats en eBay zijn geweldig om dingen te vinden die bijvoorbeeld heel moeilijk te verkrijgbaar zijn. Ben je nou op zoek naar een Funko Pop die eigenlijk niet meer te koop is. Of ja, allemaal zulke dingen. Of wil je gewoon een hele goede deal op iets van Harry Potter spullen. Dan is het kijken zeker waard op Marktplaats en eBay. eBay is buitenland. Krijg je vaak nog wel veel verzendkosten over. Staat er ook bij dan hoor. En soms dan ook nog eens invoerkosten. Dus ik gebruik eBay echt alleen als ik iets zoek wat gewoon, ja, eigenlijk niet verkrijgbaar is. Vind ik het daar, dan bestel ik het daar. Maar, dus dat doe ik voornamelijk voor die zeldzame Funko Pops die ik nog nodig heb. Maar meer voor de andere dingetjes, gewoon boeken, films, allemaal zulke soort dingen van Harry Potter staan gewoon op Marktplaats. En super betaalbaar, kun je nog onderhandelen. Dus ik zou dat zeker aanraden. Voor degene die daar nog niet aan had gedacht, op Marktplaats staan ook allemaal Harry Potter spulletjes. En dan als laatste heb ik 1 echte winkel waar ik dan gewoon heen ga in de stad. Dat is namelijk Games for Us in Ede. En ik kwam daarachter dat die daar zat door mijn zus. Die was daar naar binnen gelopen. En die had toen gekeken voor mij voor Funko Pops en dergelijke. En die had toen ook gestuurd van welke heb je nog nodig. Toen later ben ik er zelf heen gegaan. En
echt waar. Het is zo'n toffe winkel. Ze hebben echt heel veel Harry Potter spullen. Het is eigenlijk heel slecht voor me. Want als ik iets echt zie, dan kun je echt gewoon zien hoe geweldig het is. En dan heb je sneller de neiging om iets te kopen. Tenminste, dat heb ik wel. Verder hebben ze ook gewoon in die winkels allemaal andere game gerelateerde. Heel veel van Nintendo en Zelda en allemaal zulke soort dingen. Qua ook nog eens merchandise. Ze verkopen ook gewoon echt games. Maar dus ook echt, ja, beeldjes en allemaal zulke soort dingen. En kleding. Dat is één van die winkels waar ik gewoon niet naar binnen moet lopen als ik geen geld heb. Dus met dat als laatste benoemd te hebben. Dat zijn alle websites, winkels en ja, tweedehands websites waar ik mijn meeste, volgens mij vrijwel alle Harry Potter spullen vandaan heb. Ja, soms ook boeken koop ik dan bij bol.com. Maar daar heb ik het al best wel vaak over gehad. Maar heyo, hier heb je ook nog eens in beeld bol.com. Bol.com vind ik altijd een beetje gek met prijzen. Soms zijn ze ontzettend duur. Dus ik zou vooral niet aanraden om Funko Pops of replica's op bol.com te kopen. Want die verkopen het echt voor 30% meer van de prijs. En met replica's maakt dat heel snel een groot verschil. Maar als het gaat om boeken. Ik heb bijvoorbeeld laatst de Artifact Vault en een pop-up boek van Harry Potter en allemaal zulke dingen gekocht. Dan zijn de prijzen super goed. Dus voor boeken kan ik bol.com aanraden. Nou weten jullie allemaal waar ik al mijn Harry Potter spullen vandaan haal. Ik zal dus voortaan altijd naar deze video gaan linken. Mocht een van jullie het vragen in de toekomst. En is zo van kijk deze video. Dan weet je het. Dan gaan we naar de shout-out van de dag. Dat is iets nieuws wat ik nu een tijdje doe. Dat is dat ik een shout-out geef aan een van jullie die mij liefde geeft. Op YouTube of Instagram. En vandaag is de shout-out voor Nien Potter. Ik zie jou overal op mijn YouTube, op mijn Instagram. Super, super bedankt voor alle liefde en support die je mij geeft. En volgens mij ben jij ook al best wel een tijd geabonneerd op mij. Want ik zie al echt een hele tijd je naam voorbij komen. Dus super bedankt dat je ook zo lang bij me blijft. En natuurlijk voor alle liefde. Met dat gezegd te hebben is dit het einde van de video. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Het is maar één druk op de knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!